Wij zeggen ja, zolang als de minister niet in staat is om te handhaven, ook een van de eisen van Horeca Nederland, dan zetten we de asbakken terug. De asbakken staan sinds deze week in veel Bossen kroegen weer op tafel. Daar mag weer gerookt worden. Maandagavond kwamen zo'n 50 horecaondernemers bij elkaar, want het rookverbod kostte geld en controles zijn er toch niet. Tot een unaniem besluit kwam het niet en dus zijn er nu cafés met en cafés zonder asbak. Ik kan me voorstellen dat ondernemers zeggen, ik ga de asbak terugzetten, daardoor wordt het weer gezelliger bij mij en daardoor krijg ik meer klandizie. Ik heb de eerste maanden voor de invoering van het rookverbod angst gehad om omzetderving te krijgen. Dat is niet gebeurd gelukkig. Ik heb wat dat betreft geen nadelige gevolgen van het rookverbod. Maar ik ga nu misschien wel weer aan te komen. Ik ga me nu zorgen maken dat ik een omzetderving krijg voor mensen die naar de bedrijven gaan waar gerookt mag worden. En in wezen is dat natuurlijk oneerlijke concurrentie. En inderdaad, het is misschien niet collegiaal, maar het is natuurlijk ingegeven. Kijk, je komt op deze manier wel aan het inkomen en voor een aantal caféhouders ook aan het pensioen opbouwen. In het weekend had ik al mensen, ik mag hier toch roken. En dan moet ik gaan verkopen dat hij niet gerookt mag worden. Dus dat is wel vervelend. Roken wordt nu harder aangepakt. Het wordt gezien als economisch delict. Als een café het toestaat, is er sprake van concurrentievervalsing. Een rechter kan een boete opleggen, maar de zaak ook tijdelijk sluiten. Ik moet zeggen dat de invoering eigenlijk vrij vlekkeloos verlopen is. Waarom hebben wij er dan toch eigenlijk nu zo allemaal zo moeite mee? Ja, door het handhavingsbeleid van de overheid is natuurlijk verre van goed op dit moment. Kijk, als je Den Bosch, ik heb het al gezegd, een hele grote stad, er is nog geen enkel verbaal uitgedeeld. Terwijl er legio plaatsen zijn waar al vanaf het begin af aan gerookt wordt. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Horeca Nederland heeft gezegd dat ze in ieder geval voor 9 december duidelijkheid willen van de minister. En ja, we hopen dat die er ook komt en we hopen eigenlijk ook dat hij het besluit terugdraait en het aan de ondernemer overlaat. En dat in ieder geval de drankverstrekkende horeca gewoon zelf kan besluiten of ze laten roken, ja dan nee. Dan zeg ik achter elkaar dat hij weer gerookt mag worden, want het is veel gezelliger als hij gerookt wordt. En het brengt minder overlast. Men krijgt geen onschoppen aan de deur, men krijgt geen vuile stoepen. Nu moet je gaan handhaven op een beleid dat er niet gerookt gaat worden. Ik word als ondernemer beboet voor als iemand rookt. Op zaterdagavond staan hier 400 mensen binnen. En dan moet ik gaan controleren of dat er gerookt gaat worden. Ja, ik vind dat ten dolle uit. Dat moet een handhavingsbeleid zijn van politie of wat dan ook. En de persoon die rookt, die moet bekeurd worden. Als op 9 december de minister afdoende geantwoord heeft naar Horeca Nederland en er dus ook afdoende gehandhaafd gaat worden, ja, dan zullen we niet anders kunnen. Dan zullen we ons aan de wet moeten houden. Ik hoop alleen dat men in Den Haag het gezonde verstand laat prevaleren. En ze hebben er altijd een mooie term voor, voortschrijdend inzicht. Nou, gebruik dat dan een keer om het terug te draaien en het in ieder geval te versoepelen. De asbak komt vooralsnog niet terug op tafel. De chaos die ontstaat zal oneerlijke concurrentie teweeg gaan brengen. Uit dat oogpunt wil ik mijn standpunt volgende week opnieuw heroverwegen. Maar vooralsnog zeg ik dat de asbak niet op tafel terugkomt.